Newmont Gold Corp heeft vanmorgen als onderdeel van haar Media Engagement Week een presentatie gehouden voor de pers. Albert Ramdien, Senior Director External Relations, zei dat het goed is dat de samenleving weet wat Newmont na 3 jaar mijnen in Suriname heeft bereikt. Hij gaf aan dat de mijnactiviteiten van Newmont van groot belang zijn voor de verbetering van de levensstandaard van de gemeenschap van het gebied waar het bedrijf opereert. Ramdien legde de nadruk op wat het goudbedrijf heeft gedaan voor de Paramaccaanse gemeenschap in het Boven-Suriname gebied. In termen van het aantal mensen die er werken, en dit is natuurlijk niet, dit zijn de absolute gegevens, maar er is altijd beweging in. Maar op dit moment hebben we 1333 personen werken, rechtstreeks werken, waaronder 210 vrouwen. We hebben het aantal expats, dat zijn buitenlanders hier die werken in de mijn en de operatie, is aan het omlaag gaan. Het was 110 een jaar geleden, dus nu 82. We hebben aan nationale, dat zijn Surinamers, 1252 personen die werken. En we hebben daarnaast dus 264 Paramaccaanse Surinamers in dienst die gerekend worden tot het wonen in de omgeving van de mijn. Dat is ongeveer iets van 18-19%. En dat is ook op basis van de overeenkomst die we hebben met de Paramaccaanse gemeenschap. Ramdien zegt dat duurzame ontwikkelingsmogelijkheden voor de Paramaccaanse gemeenschap tot uiting komen met het Newmont Pamaca project. Dit is onderdeel van de Community Development Foundation van het goudbedrijf. En het CDF financiert alleen maar duurzame projecten. Dat zijn projecten waar uit werkgelegenheid moet voortkomen, duurzaamheid voor lange duur. Maar ook dat het bedoeld is dat er een stukje inkomen wordt gegenereerd. En het ligt aan de gemeenschap om te bepalen welke projecten zij uitgevoerd willen krijgen. Newmont stopt in het fonds op jaarbasis ongeveer 500.000. En in samenwerking met de gemeenschap wordt door het bestuur van het CDF, waarin 2 personen van het bedrijf zitten, 2 personen van de gemeenschap en 2 personen van de overheid, wordt bepaald welke projecten gedaan worden. De prioriteit op dit moment door de gemeenschap aangegeven is water en elektriciteit. En dat zal waarschijnlijk ook volgend jaar het geval zijn, dus wij gaan dan projecten ontwikkelen. Maar ook daar zijn de projecten in de pipeline, zoals de productie van hoogland rijst in het binnenland. Er is al een pilot geweest en dat heeft goede resultaten gehad. Dus Newmont is bereid daarin te investeren. Wederom, het CDF is niet bedoeld om kostbare projecties te doen. Maar het gaat om ervoor te zorgen dat een stukje ontwikkeling komt in het gebied zelf. Tot zover Albert Ramdien, Senior Director External Relations van Newmont Gold Corp Suriname. Hij heeft een presentatie gehouden voor de pers als onderdeel van haar Media Engagement Week. De presentatie is gehouden op het Newmont hoofdkantoor aan de Havenlaan.